Yo mensen, welkom bij de tweede random game van vandaag. 30 fps, nou kan wel. In ieder geval, we gaan door met het volgende game en dat heet Advancity. Dus goed, spreek het dit goed uit. Nee, we gaan doen dus. Nou, waar gaan we beginnen? Oh, je hebt resources. Oké, we gaan. Maar, wacht, misschien. Het gaat erom. Volgens mij. Oké. Hoe de fuck werkt deze game? En nou kijk. Spannend. Oh, nou. Gold heb ik niet. Research. Nou, hoe krijg ik. Oh. Build the saw hallway to allow this. Allow wat? Want voor deze heb ik. Ja. Denk ik echt iets fout, maar. Maar kijk, hoe kom ik aan? Get from Build een Research Academy. Oké, en een Research Academy. Maar. Build a saw mine on the haystack that allows. Wacht. Nou, is logisch, beeld. Oh. Ja. Yeah. House. Nou, ik. Maar. Oké. Maar kan ik dan niet een beeld, een hashtag? That's allowed. Nou, een mining drill kan ik ook niet. Hier. Beeld een shawmill. Oh, dat is volgens mij windmolen. Yay! Oké, wat doet dit? Oké, nou ik zet ze alle vier in. Want nu krijg ik dus hout. Ja. Yeah. Goed begrijp. Ja, je krijgt 8 hout per 10 seconden. Oké. Oké, dus. Oké. Go neer een beeld. Kijken. Go near the sawmill you build and hover the wood logs. Oh ja. Yeah. Krijg ik dan extra of zo? Want wat zo snel? Oh, dan krijg ik extra. Oh. Kijk. Oh, wacht. Dat kan ik beter zo doen. Nee, het gaat dus nu. Dit. Ja, nee. Kijk, en nou dus, het gaat gewoon heel snel. Maar ik heb alweer 100, dus. Ja. Even kijken, kunnen we deze upgraden? Dat kost 150 hout. Jezus. Wacht, ik moet even mijn muis goed houden, want. Alleen is het nadeel, je klikt heel de hele tijd op die verdomme dingen. Oh. Oh, wauw. Ik zat rustig door te klikken. Ja, je mag maar 100 hebben. gewoon neer en beeld en hoeveel jaar. Nou moet ik weer hout verzamelen. Oh, nu kan ik meer mensen toevoegen. Dan krijg ik meer hout. Meer. En dat is wel de windmolen. Of op de... Ja. Salma. Nee. Ah. Oké, nou, wat moet ik nou doen? Ja. Beeld een gold mine drill. Hey. Maar ik heb geen hond die dat kan bouwen, wel? Oh nee, dat doet hij automatisch. Oké, dan zetten we hier dus 4 op. Maar ik heb nog citizens. Zo kunnen we niet een extra huisje toevoegen. Nee. Dus we moeten jou naar 4 zetten. Oké. Tenminste, of kan ik hier ook nog een huis bouwen. Ja, dus dat kan ook nog. En dan kan ik het op 6 en 6 zetten. Dus. Nee, ik wil eerst hout. Dank je, nee, gewoon lekker spammen, jongen. Ik heb bijna, ja, nog 1 hout, yes. Nou, gewoon een... Oh, maar ik moet ook een Research Academy hebben, dus... Oh, lol, en deze... Oké. Oh, dat is... Oh, dit is de goudmijn. Ja, deze krijgt alle 4. Ja, hoever en around. Collect gold. Ah, kijk, dat is leuk. Of ja, het klikken iets minder, maar het idee erachter. Het, nou het draagt echt iets bij aan de game. Van, hé, hey, je hoeft niet 10 jaar te wachten tot je resources hebt. Nee, dan maak ik gewoon een klikspelletje ervan. Ja, en dan kan ik expand the area doen. Kijk, nu kan ik expanden. Dus nu kan ik het allemaal groter maken. En zeg ik, hé, ik koop dit. En hier, wat... Je doet even research. Oké, dus dan zetten we hier de track. Als we genoeg goud hebben. Ja, als we weer genoeg... Nee, uit. Als we genoeg goud hebben, dan zetten we daar een research facility neer. Okay. Maar het zijn zeggen dat paddenstoelen zijn, maar het lijken eerder op kleine hoopjes goud. Bam, 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 bam. Oh, ja. Ik denk dat ik een storage moet gaan bouwen. Dat denk ik niet, dat weet ik wel zeker. Bam, 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 bam. Want dit gaat niet goed komen op deze manier. Nou, wat gaan we researchen? Like, ja, een wood. Oké, en nou... Even kijken, een accelerator? Nee, een spoon miner? Nou, een wood researcher. Nou, ik ga eerst voor de storage. Voor de storages. Kijk. En hier hebben we dan geen mannekes voor, dus dan wordt het hier 3. Oké. Jij wordt ook 3. Ja. En jij wordt de overige mensen. Nou krijgen we... Oh, nou liggen dat wielen. Lol. Maar één ding, hoe heb ik dit van hout kunnen... het is een leuke game, maar hoe heb ik dat van hout kunnen maken? Hout en goud, heb ik ergens met mijn goud... ik heb ergens iets met mijn goud gedaan. Maar, research, storage. Nou. Dus, nu kan ik een wood storage maken. Oh. Oh. Oké. Dan meer researchen. More. Nee. More. Kijk, want voor mij kan ik hier, ja, oh nee, ook maar max 200. Gewoon maximale researchpunt. Wat is dat nou weer? Jezus, dit gaat even te snel voor mij. Maar ondertussen kan ik iets niet upgraden. Daar heb ik 150 goud voor nodig. En waarschijnlijk voor deze 150 goud. Nee, 200 goud zelfs. Ik vind het wel mooi. Ze lopen een beetje rond, die mannetjes. Die malle makkers. En jij ook. Dus dan moet ik eerst expand doen. Denk ik. En dan expand ik hier. Ja. Expand. Dan kan ik hier een wood storage bouwen. Kijk, ik begin het te begrijpen. Waardoor ik dus meer hout kan opslaan en dus we direct meer dingen kunnen neerpflanzen. Of ja, neer kunnen zetten, maar ook alles weer up kunnen creëren. Want dit kost 150 om te upgraden en daar gaan we eerst voor. Maar ik vind wel de... Oh, het is alleen hoeveren. Oh, ik dacht je moet er echt op klikken. Oh. En dan is het makkelijk, want dan doe ik gewoon jong. Ik ben heel te op mijn allermoeilijkste aan te klikken. Het is wel beter voor mijn aim trouwens. Zo van, hey, je investeert het hout, maar je krijgt het even hard weer terug. Nou, 200 jaar. Ik ben maar guest, hè. En deze is maar... Oh, 150. Oh. En... wat kost dat? Stone. En stone... Research. Stone miner kost 300. Ik heb er 200, dus dan moet ik een... Oké. Science. Ja, dan... Oké, dan een coin accelerator. Want die krijg ik als goed is direct de 3 punten. Tenminste. Ik krijg nu de punten. Maar nu alles gewoon even op mijn mak neerzetten, hè. Even kijken. Dan hier een... Ja, maar expand. En dan moet hier een... Coin. Even nog één gedeel. Oh, dan moet ik ook 100 coins voor hebben. Oké. Makes sense. I guess. Pam. Kijk, gewoon lekker blablabla. Niet. Ik denk dat klikken toch beter is, want dan heb je echt het gevoel dat je aan het trainen bent. Kijk, ik heb ook genoeg hout. Dus speelt de capaciteiten. En... add more leather, stone, wood and economy research required. Sowieso wordt dat een soort bank achter iets. En wat kost jij ontdekking? Hij is klaar. Oh, 50 en 5. 150 en 150. Het is eigenlijk wel een leuke game, maar een beetje zo hoeveel... Oh nee, nou spant er niks voor in. Oké, makes sense. Verschillende distance en zo. Maar eigenlijk wil ik nog wel in deze video... Als jullie dit vaker willen zien, ook sowieso like deze aflevering. Voor als je vaker 2 wilt zien of echt gewoon zegt nee, je moet je echt gewoon focussen op één game. En daar een video over maken. Dan doen we dat, maar... Jezus. Even... Oh, een harde... Even mijn muismatje goed maken. Dan kan ik ook gas geven. Pam, 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 pam. Een researchpunt gaat vanzelf wel. Dus iedereen zegt wauw, ik heb ze al nu nodig. Nou, eigenlijk heb ik alles nodig, want dan kunnen we gas geven. Maar like, ik kan maar max 200 research. Oh, ik moet hem betreden om de dingen te increasen, maar dan heb ik 200 nodig. En volgens mij moet ik daar eerst de cloud voor upgraden weer. Of niet. Maar deze krijgt een upgradeje. Iets. Kijk, dan krijg ik wat hout terug. Volgens mij. Oh, wat? Hey, dit ziet er wel nice uit. Nou ja, even nog wat researchpunten pakken. Maar eerlijk gezegd, nou begint de stad al vorm te krijgen. Ja. Dus als je dit dan vaker wilt zien, abonneer, reageer en like zeker deze video. En dan zie ik je bij de volgende aflevering van Advancity trouwens. Bye mensen.